Ben jij wel klaar voor de toekomst? BrainPot Eindhoven lanceert een nieuwe campagne. Samen klaar voor de toekomst. Een bewustwordingscampagne over het belang van een leven lang ontwikkelen. Wat we met z'n allen al heel lang zeggen is we moeten onszelf blijven ontwikkelen. En wat is dan ontwikkelen? En dat is natuurlijk heel breed. Uh, voor en samen met werkgevers in de regio zeggen van het kan al met kleine stapjes, maar in ieder geval word bewust dat je blijft ontwikkelen. Deze campagne is vooral bedoeld om mensen te verleiden om na te denken over hun toekomst en wat men daarvan nodig heeft. Dat ligt echt ook aan de persoon zelf. Van wat wil je dan? Herken je al van jezelf van hey, ik wil eigenlijk kijken naar een volgende baan. Of zeg van nou, eigenlijk in mijn werk kom ik een paar dingen tegen waarvan ik zeg. daar wil ik nog iets meer van leren. Of misschien wel gewoon dingen waar je privé mee bezig bent. Thomas Beckett is op deze manier bezig met zijn toekomst. Hij wist dat hij altijd al met eten bezig wilde zijn, maar nog niet op welke manier. Een zoektocht naar wat hij exact wilde leidde hem uiteindelijk naar de Huibrechtsgroep, een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie. Ik vind het erg belangrijk om mezelf door te ontwikkelen, omdat ik graag mijn kennis wil vergroten. Um, waardoor ik ook meerdere kansen krijg uh, op mijn werk. Ik vind het heel leuk om uh, meerdere dingen te doen. Ik hou er niet van om uh, één ding te blijven doen. En dat is eigenlijk een reden waarom ik het uh, heel erg belangrijk vind om mezelf te blijven ontwikkelen. Dus het gaat om digitale vaardigheden, het gaat om sociale vaardigheden. Maar dat is natuurlijk echt ook weer heel persoonlijk, dus de bewustwording zit er vooral in dat je ook zelf kijkt van hé, hey, dat vind ik eigenlijk nog wel leuk, dat wil ik bijpakken en daar wil ik een, een, een stap verder mee. Tien jaar geleden echt niet gedacht uh, dat ik ooit teamleider zou horen van, uh, van een laboratorium. En als ik ook Terugkijken op de groei die ik gemaakt heb doorheen, de mensen die ik heb leren kennen, van de mensen die ik heb kunnen leren, ben ik echt heel trots op wat er allemaal gebeurd is. Ik werk binnen een bedrijf met 220 man en ik geloof echt wel dat ik van al die 220 man dat ik iets kan leren. Door middel van het project wil Thomas ook zijn kennis overbrengen op anderen. Ja. Ik, ik geloof erin dat mensen uh, heel veel capaciteiten hebben en dat die niet altijd even goed benut worden. Uh, soms zijn mensen werk kunnen doen waar ze van denken: van... hé, hey, dit past misschien niet helemaal bij mij, misschien wil ik wel anders. En dan eigenlijk de mensen daarna ik van, hey, misschien lijkt het me wel leuk om een keer wat anders te proberen of te durven. Ik kan je ook aanraden, als het bijvoorbeeld is vanuit je werkgever, ga ook naar je werkgever toe. En vraag ook van, wat zijn de mogelijkheden binnen dit bedrijf om dit te doen? Er zijn meer dan 230 werkgevers die de handen ineen hebben geslagen. En dat zijn niet alleen bedrijven, dat zijn ook onderwijsinstellingen en gemeenten. En deze werkgevers zijn zich er zeer van bewust dat hun werknemers absoluut de mogelijkheid krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen. Overigens hoef je niet per se een werknemer of Wiskit te zijn. BrainPod Eindhoven wil iedereen aansporen na te denken over hun toekomst. Je hoeft geen high-tech-developer te zijn om mee te doen aan deze actie. Uh, ik kan me voorstellen als high-tech-developer dat je ook dingen wil leren, maar het is juist echt voor iedereen bedoeld.